Het Staatsziekenfonds heeft gisteren de Vereniging van Medici in Suriname wederom uitgenodigd voor een gesprek. Dit overleg kan woensdag of donderdag. De VMS was niet ingegaan op de uitnodiging van afgelopen maandag, maar belegde een persconferentie over het dispuut met het SZF. De VMS is van mening dat het SZF zich niet heeft gehouden aan afspraken over de uitbetaling aan haar leden. Volgens de verzekeraar hebben partijen hierover afspraken gemaakt in een protocol van 11 augustus 2015. Het kan er bij SZF-directeur Ricky Kromo-Dihardjo daarom niet in dat de VMS in een brief aan het SZF op 10 januari haar tegoeden binnen 2 weken eist. Te meer omdat uit eerder gevoerde briefwisseling en een overleg de medici niet hebben laten blijken dat ze er problemen mee hadden dat het SZF de afrekening van november 2017 niet volgens afspraak zou kunnen afhandelen. Conform het protocol was afgesproken dat partijen zich gezamenlijk zouden inzetten om aan de middelen te komen. Ook over de wijze van de dienstverlening van de medisch specialisten en de betaling van het SZF zouden beide partijen nader overleg voeren. Dit overleg is ook nimmer geweest, stelt Kromo-Dihardjo verder in het schrijven aan de VMS. Hij concludeert tenslotte dat het overduidelijk is dat overleg en continue communicatie nodig is om kwaliteit aan de relatie met de VMS toe te voegen en deze op een gewenst niveau te houden.